Voorzitter, in 2018 voerde de VVD campagne met de metafoor over een vaasje. En dat vaasje zou symbool staan voor Nederland. Breekbaar, maar vier overeind, doordat het wordt vastgehouden door miljoenen Nederlanders. En zolang we allemaal dat vaasje maar vasthouden, bleef er een gaaf land. Maar het is niet alleen aan inwoners om dat vaasje heel te houden, voorzitter. Het is ook aan de politiek. En vanochtend werd het rapport gepubliceerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En hoewel ik de ruim 300 plus pagina's nog niet allemaal heb kunnen bestuderen, durf ik wel te zeggen dat dit rapport zorgt voor barsten in dat spreekwoordelijke vaasje. En dat heeft niets te maken met dat er fouten zijn gemaakt, want in elke crisis maken we natuurlijk fouten. Het heeft ermee te maken dat ik vrees dat de afgelopen 2 jaar veel fouten zijn gemaakt die nooit zijn erkend en nooit zijn rechtgezet. En daardoor wordt er niet van geleerd. En GroenLinks maakt zich al langer in deze coronacrisis zorgen dat de politiek onvoldoende op afstand staat van onze instituties. Het besluitvormingsproces, hoe we dat hebben ingericht, staat op gespannen voet met hoe wij onze democratische rechtsstaat hebben georganiseerd. Adviseurs moeten adviseren, ministeries maken beleid en uiteindelijk is het aan de politiek om die keuzes te maken. En voorzitter, nergens komt deze verwevenheid zo schrijnend terug als in de mondkapjesrichtlijnen in de ouderenzorg. En uit onderzoek van Nieuwsuur, de heer Heijink had het er ook al over, blijkt dat mondkapjesrichtlijnen niet autonoom door het OMT zijn opgesteld, maar dat het OMT-advies werd aangepast door het ministerie zelf. En dit gaat ergens over. Want we weten dat het coronavirus veel dodelijke slachtoffers maakte in de verpleeghuizen. En tegelijkertijd hield de premier in het debat van 1 december nog een betoog richting mij en anderen dat het OMT-advies volledig autonoom en onafhankelijk tot stand zou komen. En ik kan maar 1 conclusie trekken, dat dit niet altijd waar is geweest. De OVV heeft alle stukken kunnen bekijken zonder zwartgelakte pagina's en zij concludeert, en ik citeer, commentaren waren verhelderingen, maar soms ging het ook echt over inhoud. En het is niet alsof de Kamer toen de tijd niet kritisch was over deze mondkapjesrichtlijn. De Kamer heeft wel degelijk haar werk gedaan en keer op keer in debatten het kabinet daarop aangesproken. En daarom heb ik de volgende vraag. Kan de minister alle tekstsuggesties delen die de afgelopen 2 jaar zijn gedaan met betrekking tot de OMT-adviezen? En keurt de minister af wat er in zijn ministerie heeft plaatsgevonden? En is de minister het met mij eens dat we instituties beter moeten beschermen tegen politieke inmenging? En voorzitter, niet alleen OMT-adviezen dienen volstrekt onafhankelijk te zijn. Dat geldt ook voor het RIVM. En tegelijkertijd is het RIVM geen zelfstandig bestuursorgaan, maar een agentschap van de minister van VWS. En voert de RIVM-directeur jaarlijks een functioneringsgesprek met het ministerie. En ik vraag me af, en ik stel die vraag aan de minister, of hij ook vindt dat het juist in het belang van onze instituties is dat opnieuw ook hiernaar wordt gekeken. En voorzitter, als parlement moeten wij continu afwegingen maken. De afweging tussen de grondwettelijke rechten om vrij te zijn, om ons vrij te kunnen bewegen, en de plicht van de overheid om de volksgezondheid te bevorderen, om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo min mogelijk schade aanricht. En deze afweging is een continue worsteling tussen rechten en plichten. En ik ben blij dat we de komende tijd van veel restricties af kunnen. Doordat zoveel mensen zich hebben laten vaccineren, te boosteren, zijn genezen. Dat komt ook omdat mensen zich houden aan de basismaatregelen, zich laten testen. En dat komt omdat de mensen in de zorg knokten voor onze kwetsbaren. En natuurlijk ook omdat de Omicron-variant minder ziekmakend is. En ik ben blij dat veel restricties eraf kunnen. Maar tegelijkertijd kan ik me heel goed voorstellen dat mensen met een kwetsbare gezondheid met lood in de schoenen naar de persconferentie keken. En GroenLinks en PvdA vinden dat de overheid meer kan en moet doen om kwetsbare mensen te beschermen. En hier wringt het wat mij betreft. Want motie na motie vragen wij het kabinet om ervoor te zorgen dat FFP2 mondkapjes en zelftesten kosteloos beschikbaar kunnen worden gesteld. Maar dat gebeurt niet. En OMT-advies na OMT-advies vraagt aandacht voor de hoge kosten die mensen maken. En mijn vraag aan het kabinet is simpel. Wanneer stellen wij zelftesten en FFP2 mondkapjes kosteloos beschikbaar, zoals ook andere landen doen? En ook vraag ik me af of sommige maatregelen niet te snel worden versoepeld. Bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes. Is geen zware inbreuk op onze eigen levenssfeer, maar het komt toch op de meeste plekken te vervallen. En waarom kiest het kabinet daarvoor? Want dit kan helpen om kwetsbare mensen te beschermen. En ook het thuiswerkadvies wordt aangepast. Voor veel mensen grote opluchting, maar voor kwetsbare mensen niet. En daarom wil ik ook deze minister vragen of hij bereid is om de initiatiefwet van D66 en GroenLinks te omarmen, die vraagt om het recht op thuiswerken.
En voorzitter, ook long-covid wordt nog steeds niet serieus genomen, terwijl daardoor duizenden mensen ziek thuis zitten. En ik wil het kabinet vragen waarom er geen schadefonds op korte termijn wordt ingericht. En voorzitter, tot slot. Al anderhalf jaar geleden zei GroenLinks dat je door preventief testen meer mogelijk kunt maken. Misschien zelfs lockdowns kunt voorkomen. En wat dat betreft ben ik blij dat die boodschap eindelijk is geland. Beter laat dan ooit. Maar om heel eerlijk te zijn, in dit maatregelenpakket komt 1G ook wel een beetje uit de lucht vallen. Want waarom wordt 1G specifiek ingezet voor evenementen met meer dan 500 bezoekers? Waarom niet bij 400 of 600? En komen ook meer testlocaties op de plek van het evenement zelf? En zorgt het ministerie op dat alle testlocaties laagdrempelig bereikbaar zijn? En kan het kabinet ook garanderen dat ook deze maatregel op 15 maart opnieuw wordt geëvalueerd? Graag een reactie. En voorzitter, er moet mij nog een laatste punt van het hart. Want in sommige interrupties hoor ik toch collega's tegenstrijdige dingen zeggen. Je kunt niet aan de ene kant aangeven dat het kabinet verantwoordelijk is dat zoveel mensen besmet zijn geraakt door COVID. En aan de andere kant de partij roepen al maandenlang dat alle maatregelen eraf moeten. En ik wil op deze plek zeggen, politiek is ook soms het maken van hele moeilijke keuzes.